ja, hè, dat is ingewikkeld. Die mevrouw heeft er helemaal niks aan overgehouden. Maar hoe zit het nou met die vakantiehuizen? Is al een paar keer genoemd. We hebben een voorbeeld van een vakantiehuis op eigen bodem. Topparken, dat is de naam, biedt vakantiewoningen aan als het alternatief voor banksparen. En Helma Snieder zag dat wel zitten, maar daar kwam ze van terug. Het is de grootste financiële missie die ik ooit gedaan heb. Zo simpel is het. Helma Snieder uit Bergen koopt 10 jaar geleden een recreatiebungalow als investeringsobject. Op een park bij Egmond aan Zee. Het kostenplaatje was toen de tijd 99.000. Er werd ook min of meer gezegd dat het een vrij makkelijke investering is. Je kan er zelf in, je kan er zelf weer uit, je komt huurders in, je hebt weinig omkijken naar. En het liep toch een beetje anders. Nou, dit was mijn huisje. Dit is vorig jaar april verkocht voor 56.000 euro. En ik ben onwijs gelukkig dat ik er van over ben. De verwachting dat de huisjes in waarde stijgen blijkt een illusie. Helma heeft het huisje gekocht voor 99.000 euro. Met veel moeite heeft ze het vorig jaar verkocht voor 56.000 euro. Ze heeft dus alleen op de aankoopprijs al 43.000 euro verloren. De inkomsten uit de verhuur vallen haar tegen. Daarnaast heeft ze al die jaren veel bijkomende kosten gehad. Bijvoorbeeld dat jij gewoon nieuwe meubels moet kopen, maar dat wel via het park moet doen. En de meubels van het park zijn extreem duur. Als zij met het idee komen dat jij je badkamer moet gaan renoveren voor 10.000 euro, wat je dan ook weer bij het park moet gaan doen, dan heb je ook geen, je kan nergens op terugvallen. Het is echt David tegen Goliath. Ik zou echt iedereen adviseren het niet te doen. Nou, er zijn er 10 te koop, precies weet ik niet, maar het zijn er heel veel. Het verdrietig is dat gewoon heel veel mensen hebben hypotheek opgenomen en blijven gewoon met een restschuld zitten en er is gewoon geen vraag naar. Het meest tegengeval is mij het feit dat het eigenlijk niet van jou is. Je hebt wel een stuk eigen grond, je hebt een eigen chalet, maar dat blijft een toppark. Je blijft totaal afhankelijk van topparken. Mevrouw Snijder is teleurgesteld in haar investering. Ze is daarnaast overgeleverd aan telkens wisselende reglementen van het vakantiepark. Er is dus nieuwe regels sinds vorig jaar. Als je hem te koop hebt staan, en er zijn mensen die hem al jaren te koop hebben staan, mag je hem niet meer verhuren. Dat betekent, er komen geen huurpenningen meer binnen. Mensen zitten wel vaak met een hypotheek en de parklast en alles wat eromheen hangt. En ik voel het vaak net als een sinaasappel. Je wordt uitgeperst. Ze halen zoveel mogelijk uit de kopers vandaan om zichzelf als zoveel als mogelijk winst te kunnen creëren. En je hebt als koper echt geen poot om op te staan. Ja, geen poot om op te staan, zegt deze mevrouw die zich ernstig gedupeerd voelt. Paul Koster, VEB, u had het net al even over die huisjes. Wat wilde u erover zeggen en wat wilt u nu zeggen na het zien van dit filmpje? Ja, het is droevig. Het is ook toevallig een item in ons magazine dat we elke maand uitgeven, waarin we toch wijzen op de aspecten die... Het is jouw huis. Bepaalde dingen mee doen, bepaalde verplichtingen. Een van de aspecten waar je eens bij moet zetten is, nou eigenlijk die 8%, dat is wel te... En bijvoorbeeld bij zo gemakkelijk financiële affirmatie vinden, heb ik eigenlijk beheid. Ja. Dus het volk gemaakt door die hoogte. En ik vind dat de AFM meer aandacht aan mag besteden aan dat gegarandeerde rendement. Vindt u dat ook? Ja, dat is helemaal waar. Hè. Kijk, hoge rendementen betekenen over het algemeen ook een hoog risico. En dat is absoluut een red flag. Ja, maar wat doet u dan? Want u zegt hier meer aandacht aan besteden. Ja, gaat u dan gelijk denken maandagochtend, dan gaan we eens even achteraan? Nou ja, dat hangt helemaal vanaf of die onder toezicht staan, ja of nee. Hoe bedoelt u dat? Nou kijk, niet elk huis wat wordt verkocht valt onder toezicht van de AFM. Dus er moet wel een beleggingsaspect aan zitten. Dit lijkt er wel verdraaid veel op. Mm-hmm. Maar als het zo is... en daar worden onrealistisch hoge rendementen in het vooruitzicht gesteld, dan is dat absoluut een risico-indicator waarop de toezichthouder zal aanslaan. Ja, want 8% vindt u dat dan onrealistisch? Nou, 8, dit valt nogal mee. We hebben nog wel veel hogere rendementen gezien. Ik heb het over een hoger rendement in het algemeen. En wat je ook in dit filmpje ziet, dat is wat Paul Koster net ook zei, toch veel verborgen gebreken in de investering, zal ik maar zeggen. Want die mevrouw die komt dus uiteindelijk toch nog voor veel verrassingen te staan. En het advies van mij aan de mensen zou zijn, bezint in gebegint en begrijp je nou echt wat je hier aanschaft. En de ervaring is dat mensen
toch iets meer aandacht besteden aan de keuken die ze mogen uitzoeken dan aan het product dat ze kopen. Nou, ik wil nog even zeggen dat wij natuurlijk Top Parks hebben uitgenodigd om hier aanwezig te zijn, Top Park. Maar wegens vakantie konden zij hier niet zijn. We hebben ze gevraagd hoe ze nou tot die 8% rendement kunnen komen. Ze zeggen dan dat dit kan, omdat ze weten dat het huisje de komende tijd veel verhuurd zal worden. En ze baseren dat op de inkomsten van de afgelopen 3 jaar. Nou, de complete reactie kunt u nalezen op onze website. Maar dan ben ik toch benieuwd wat de vrouw die we net zagen, Helma Snieder, in het filmpje, wat zij van die reactie vindt. Nou, heel zwak. Vorig jaar kreeg, ten eerste staan er op het park de Woudhoeven staan er nu 35 te koop. Bepaalde al jaren. Ja, dat is gewoon niet dik onder de prijs. En wat gewoon heel vreemd is, was vorig jaar, was een nieuwe regeling. Als je hem te koop hebt staan, mag je hem niet meer verhuren. Ja. Maar ze hebben ook die huisjes met 7% rendement nieuw gebouwd en op het park gezet. Is toch heel vreemd. Dus al die mensen die hem te koop hebben staan, mogen hem niet meer verhuren. Ja, en dan haal je dat rendement natuurlijk nooit. Want... Maar die andere huisjes worden lekker gevuld.